Ik... Nou, is geen storing hoor. Hoppatee. Ja, dat zei jij, hè? Ja. Hij staat nog in de mail. En ik lightspeed bellen. Ja, ja! Probeer je been geld te verdienen, ja! Maar weet je waar ik dan altijd aan moet denken? Kijk, dan zijn er zeg maar mensen die dit allemaal weten, toch? Ja. Je weet wie ik bedoel. En dan gaan wij zo bam, vol erin. Maar dan moeten hun toch helemaal een deuk liggen? Ja, natuurlijk. Dan denk ik zo, wat een stel mongolen, ze echt daarbinnen. Ik zat gisteren ook helemaal te observeren van... ik heb gisteren een heel, heel goed gesprek met Dil gehad. Oh. Ja. Meer? Meer had ik hier niks in te zeggen. Nee, ik had gisteren een heel serieus gesprek met Dil. Dat is ook voor het eerst. Nou, nee, we hebben wel vaker. Op zich, we liggen elkaar wel goed. Maar ja, ik ben totaal andere persoon dan hij. En hij zei ook echt van, ja, maar ik kom hier echt alleen om te tatoeëren. Maar het is echt, Kaylee, die wou dit. En zei van, ja, en ik keek het altijd op televisie, zag samen met Kaylee. Ze zaten nu samen naar jullie te kijken. En ja, wij konden hier om te tattoo shop. We waren gewoon de pop-up tattoo shop. Ja. Dus wij waren alleen de tattoo artiesten. Ja. Dat was prima. Maar dan komen we hier. En dan zijn allemaal gekken hier. Allemaal. En jij bent er ook een van, zei hij. Oh, dat vind ik wel echt leuk dat hij dat zegt. En dan, ik heb me doodgelachen. En dan zag ik dat even. Ik zat weer achter de computer. Ik barstte helemaal het lach uit. Toen zei ik nog tegen hem van, joh, dan kom je van insteek. Ik kom hier alleen om te tatoeëren. Dus ik heb alleen mijn shop. En dan staat er een man in een wit gewaad. Die staat in één keer dat ding op te hangen met zijn kop erbovenop. Ja, dan word je toch helemaal gek. Ja, levensgroot. Ja. Oh, ja, maar als dat kun je toch niet voorstellen dan? Als jij echt met die instelling binnenkomt en gewoon doodserieus wil tatoeëren. Iedereen brandt je ja. Ik laat ze allemaal weglezen. Maar dat is dan heftig hoor. Ja, ja, dat is echt fucking heftig. En als je dan ook nog kijkt naar bijvoorbeeld... En Jess, die heeft dus dat ding opgehangen. Maar Jess weet bijvoorbeeld ook dat zij eigenlijk alleen... Nou, die hebben er niet zoveel mee allemaal. En dat Kaylee helemaal verdrietig is. Want ik denk van, ja, dat gaat mijn droom. Dat is best heftig. Ik zat zo gisteren tegen Fred van, dat is allemaal best heftig geweest, Pik. Daar heb ik echt dikke respect voor. Ik kom hier gewoon even denk van, nou, hè, net alsof je ergens gaat wonen of je koopt een pandje. Dus van, nou, hier ga ik mijn tattoo shop op neerzetten. Zo had hij dat ook verwacht hier. Van joh, ik zet hem hier neer. Fantastisch, allemaal mooi. Ik hoop dat het lukt. Nou, het lukt allemaal. En dan gebeurt dit allemaal. Ja, ja inderdaad. Dan heb je één dikke burenruzie en mensen die je saboteren. En toen zei hij ook nog van, ja, weet je, dat is nog, dat is ook erg. Maar weet je wat ook nog erg is? Ik ga er zo meteen uit. En ik word overal herkend. Dus ik toch ook helemaal niet op te wachten, zegt hij. Nou, ik heb helemaal in de scheur gelegen. Ik zeg van, ja, ik las van Kay, die doet een overstap. Nee, die moet echt 20 keer op de foto. Ja, echt? Ja, en die is hier heel kort geweest. Maar we zijn allemaal fucking herkenbaar ook. Ja. Dus, je kan hier echt om ons heen. Allemaal tattoos. Ja. Oh god, ja. Nee, maar... ja, dat is toch hilarisch. Billy zei tegen mij over hem. Maar ze zegt, nou weet je wat ik nou die snap van die Dylan? Ze zeggen, hij ziet eruit als een psycho-killer. Ja. Maar hij durft helemaal niks te zeggen. Nee. Nou jongen, toen lag ik ook helemaal blauw toen ze dat zei. Maar dat is toch ook echt zo? Ja, dat is ook echt zo. Ik gaf er ook echt gelijk. Dat was wel een goede gast toen hij binnenkwam, jongen, die Dylan. Mm. Ja. Mis hem echt, hoor. Dat was echt leuk. De echte Dylan, miss you so much. Maar Dylan had gewoon een hele andere denkwijze over Utopia. Ja. Die kwam je echt alleen maar op de tattoo. Echt. Dat voor Jochie heb ik mijn shoppie, mijn winkeltje en that's it. En ik doe het voor Kaylee en dat is voor Ik ben al lang blij voor omdat hij uiteindelijk toch is doorgegaan met... Ik heb hem zo lang geadviseerd, ga nou even artiesten zoeken om je te helpen. En je ziet echt dat de tattoos nu beter worden. Mm-hmm. Dat is voor hem is dat wel echt fijn, want anders had hij zijn droom echt op kunnen geven als hij nu niet beter werd. Nee, tuurlijk. Dan ga je straks naar buiten en heb je alleen maar ellende op mensen gezet. Ja, tuurlijk. En wat dat betreft, ik zie nu soms een tattoo langskomen en denk, gaat goed. Ja. Het is nog geen ster van een artiest. Maar het gaat wel echt de goede kant op. En als je de juiste techniek hebt, dan is het een kwestie van ervaring daarmee op. En experimenteren. Ja. En een sociaal experiment. Sociaal experiment. Zijn experiment tatoeëren is helemaal sociaal. Want je zet op een ander zijn lichaam. Ja. Kijk hem tof doen dan. Dan zou Katie knuffels inpakken. Zin in? Ja. Maar ook de was. Maar ook de was. Oh ja, dan moet je bij blijven staan, inderdaad. Ja, want anders wordt het allemaal weer verplaatst en dan kan het allemaal weer niet. En dan gaat er iets anders weer in. Ik zou daar inderdaad gewoon blijven staan de hele dag. Maar ook de was, wat een excuus alweer.